Kiespijn is iets waar we allemaal wel eens last van hebben. En dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Op het moment dat je een gaatje hebt of een ontstoken tandvlees of noem maar op. Dan kan het vaak nog een paar dagen duren voordat je naar de tandarts gaat. En in die tussentijd wil je natuurlijk de pijn zoveel mogelijk verzachten. Daar heb ik een oplossing voor. Kijk maar eens mee. Wat heb je hier nou precies voor nodig? Dat is kruidnagel. In kruidnagel zit een stofje en dat heet eugenol. Dat is pijnstillend en zorgt er dus voor dat het stukje waar het gaatje zit of waar het ontstoken is verdooft. Waardoor je minder last zou hebben van de pijn. En kokosolie. Kokosolie wordt in Azië heel vaak gebruikt om je mond mee te reinigen. Niet alleen is het ontzettend goed voor je lichaam. Het zorgt er dus ook voor dat het je gebit verzorgt. Hoe langer het in je mond blijft en hoe langer je het rondspoelt in je mond, hoe beter het is voor je gebit. Ik heb hier een theelepeltje. Daar doe je één van met kruidnagel. En in tegenstelling tot dat pak je 2 theelepels kokosolie. Het hoeft natuurlijk niet helemaal perfect te zijn, maar dit is de ideale combinatie voor de beste smaak eigenlijk. Nu is het een kwestie van er een klein papje van maken. Heb je nou een kokosolie die niet goed genoeg is gesmolten, dan moet je het even boven een kaarsje houden. Kokosolie heeft namelijk een heel laag smeltpunt, rond de 20 graden. Dus als je ziet is het al aardig gelukt. Er is een klein papje van. Hier neem je een halve theelepel van en laat je 3 minuten lang in je mond rondgaan voordat je het spoelt met water. Ik heb zelf geen last van mijn kies, maar ik ga het wel voor jullie testen omdat... Even kijken wat de smaak is eigenlijk. Een half lepeltje. Kan het natuurlijk zo zijn dat je tanden lekker bruin worden. Als je het eraf spoelt, niks aan de hand. Nou. Is wel kruidig, of niet? Ja. Lekker is anders. Ik raad je ook niet aan om dit door te slikken. Maar voor de rest voel ik direct in mijn mond dat er een soort verdoving ontstaat. Dus ik kan heel goed begrijpen dat mocht je last hebben van kiespijn of wat dan ook, dat dit best wel goed kan werken. Vond jij deze video nou leuk? Kan je hier rechtsonder kan je abonneren. Geef even een duimpje omhoog. En heb je nou vragen of ben je benieuwd naar iets? Vraag het ons en dan gaan wij voor jou aan de slag. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig. Van een bruin? Nee, valt mij.